blijven stijgen. 52e AVD in aantocht. En reuze standbeeld weer afgebroken. Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van je eigen journaal. De koers blijft maar stijgen. We betalen steeds meer SRD voor een euro of een US dollar. En dat betekent dat alles in het land ook duurder wordt. Iedereen merkt het, ook Minanga. Zij betaalt net als vele anderen haar maandelijkse huur in valuta. De centrale bank, de baas van alle banken in Suriname, zegt dat als je 400 SRD en 4 cent inruilt, je 100 dollar moet krijgen. Ik heb vanmorgen gebeld naar verschillende wisselkantoren in Suriname wat hun koers is. En ik heb ze ook gevraagd of ik Amerikaanse dollars bij hun kan kopen. Goedemorgen, is dit Access Cambio? Wat is jullie dagkoers voor euro? 5,40 en 5,55. En voor US dollar? 14, 4,20. Wat is jullie eurokoers? 5,55. Dat is als je euro's gaat kopen. En voor US dollar? 5? 5,15. Goedemiddag, een vraagje. Hebben jullie US dollars te koop? Niet, nou? Oké, is goed, dank je. Ik heb in totaal 4 verschillende cambio's gebeld. En geen van ze hebben dezelfde koers. Dus geen 4 SRD en 4 cent voor 1 US dollar. Allemaal liggen hoger dan dat. Hoe kan dat? Misschien weet meneer Boussaid het wel. Hij is directeur van Hakribank. Ik ga hem even vragen. Meneer Boussaid, ik heb hier 100 SRD, 200 SRD, 300 SRD, 400 SRD en 4 SRD. 400 SRD en 4 SRD. Hiervoor moet ik eigenlijk 100 dollar krijgen. Maar dat krijg ik nergens. Hoe komt dat? Eigenlijk is dat illegaal, omdat de cambio's binnen het officiële circuit zitten en ook zich moeten houden aan de officiële koers. En ze staan onder toezicht van de centrale bank. Het toezicht vanuit de centrale bank is niet adequaat, waardoor we weten dat een aantal cambio's achter de transacties doen tegen veel hogere koersen. Dat betekent dat ik het nergens eigenlijk voor 4,4 kan vinden. Dat wordt heel moeilijk, heel moeilijk. Een klein bedragje van $100 zou je misschien bij een goedwillende cambio of bank, zou je dat wel kunnen omzetten. Wat we in de praktijk zien is dat mensen steeds minder naar de bank komen en zeggen, luister, ik verkoop mijn valuta van jou voor 4 gulden of 4,20. Omdat ze buiten, ze gaan het buiten kopen, veel meer kunnen krijgen. En daardoor hebben wij geen aanbod, waardoor wij ook niet kunnen verkopen. Ik betaal mijn huurhuis in dollars, ongeveer $200. En daarvoor moet ik dan SRD geven om dollars te kopen. En nu moet ik meer geven. Hoe zit het met de mensen die moeten betalen in US dollar of in euro? De dollarkoers is hoger. Je moet meer SRD tegenwaarde op tafel leggen. Dat betekent eigenlijk dat onze koopkracht fors wordt aangetast. Als je naar de winkels nu gaat, zijn de prijzen een stuk hoger dan 2 maanden geleden. Dat is het devaluatie-effect. Dus het is nu, maar een koerstijging leidt tot een daling van de koopkracht van de mensen die een SRD verdienen. En de valuta koers, hoe ziet u dat over 2 weken? Gaat het stijgen, gaat het dalen of gaat het... Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat belangrijk is dat de bevolking rustiger reageert op de valutamarkt. Dat we niet zomaar gaan kopen omdat we angstig zijn. Want dat veroorzaakt paniekreacties en daardoor ook, laten we zeggen, een stijging van de koers. Dus sowieso moet ik van de maand weer mijn huur betalen. Anders heb ik geen woonplek. Dus ik ga nu naar de cambio. Hopelijk hebben ze wel Amerikaanse dollars om aan mij te verkopen. Volgens meneer Boussaid moeten we vooral niet in paniek raken, maar rustig blijven. Het is helaas nog niet duidelijk hoe lang deze koersstijging zal duren. Onze korte nieuwsberichten voor vandaag. De 52e AVD is in aantocht. En het enorme standbeeld van de oude Chinese leider Mao is weer afgebroken. Dit jaar wordt alweer de 52e avondvierdaagse georganiseerd. Na de paasdagen op 30 en 31 maart en 1 en 2 april
kunnen jong en oud samen meedoen met deze wandelloop. Het thema voor dit jaar is Obesitas is een negatieve balans. Uit onderzoek blijkt dat nog te veel Surinamers last hebben van overgewicht. En dat kan makkelijk leiden tot obesitas. De organisatie van de AVD wil met dit thema meer aandacht geven aan de gevaren van overgewicht en obesitas. En meer nog, wat je eraan kan doen om gezonder te leven. Goede voeding en voldoende bewegen. En dat gaan de lopers 4 dagen lang doen. Volgens de organisatie is dat niet 4 keer per jaar, maar tenminste 4 keer per week. Vanaf vrijdag 5 februari kan iedereen zich inschrijven voor de avondvierdaagse. Het gigantische standbeeld van de oude Chinese leider Mao is weer afgebroken. 9 maanden lang is aan dit beeld gewerkt door verschillende dorpelingen. Het is niet helemaal duidelijk waarom het standbeeld is afgebroken. In Chinese kranten staat dat er geen toestemming was gegeven voor het beeld. Anderen denken dat het is weggehaald omdat het beeld op sociale media zoals Facebook en Twitter belachelijk werd gemaakt. Erg vinden de mensen het die er zo lang aan hebben gewerkt. Voor anderen is het een opluchting, want volgens hen was Mao geen goede leider geweest. En met deze berichten zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Slaap lekker straks en tot morgen. Doei doei!